Welkom bij een gloednieuw seizoen van Ik Barbecue voor jou. Deze keer helemaal in mijn eentje, u weet wel waarom. Zelfs nog bij mij in de eigen achtertuin. Hartstikke leuke workshop gaan we doen. Deze keer van mij naar jou. Aziatisch thema, mooi groot buikspek. Eigen rub maken gaan we heel langzaam garen. Er komt een lekkere laksaus bij, ook die gaan we zelf maken. En we gaan garnalen grillen, die gaan we oprollen in een mooi kolenblad. Wordt helemaal fantastisch. Kom mee. Ik ga vandaag werken op een gasbarbecue. De Grand Hall Maxim G4. Mooie grote vierbrander met een zijbrander. En die ga ik ook hard nodig hebben vandaag. Maar natuurlijk eerst even mijn gas aansluiten. Want zonder gas geen ballen. Ja, buikspek wordt natuurlijk ontzettend veel gegeten in Azië. Maar ook heel veel groentjes. Lenteuitjes, komkommer. Allerlei soorten radijs en rettig. Een mooi stukje buikspek heb ik laten komen. Online, jawel. Zonder zwoerd en zonder koert. Zwoerd zeg gewoon de huid, hè. Dat is dat harde gedeelte. En onder het huidje zit het vet. Dus op die manier. We gaan onze eigen rub maken. En daarvoor hebben wij nodig paprika poeder. En dat mogen 2 volle eetlepels zijn. Kijk. Uienpoeder gaat er doorheen en daar hebben wij een halve eetlepel van nodig. Knoflookpoeder, een halve eetlepel. Dan hebben we chilipoeder, dus dat is eigenlijk cayenne. Hè? Komijnzaad, en dat is natuurlijk om alles lekker interessant te maken. Een goede eetlepel van bij. Dan hebben we nog wat zwarte peper gemalen. Kurkuma, aardse toon. Ik vind dat fantastisch ruiken. Fris, bloemig. Daar doen we een halve eetlepel van bij. En ik heb hier echt wel 2 volle eetlepels zout voor nodig. En 95% of misschien wel 99% van alle rubs hebben eigenlijk altijd wel bruine suiker of gewone suiker erin zitten. Omdat de rook en suiker, dat brengt elkaar in balans. Ik vind hem nu al heel erg lekker, maar hij mag voor mij nog net even iets meer ballen hebben. Chili vlokken doe ik er een beetje bij, vind ik wel leuk. En een beetje meer hartigheid. En ik heb ook nog een beetje tijm. Zoiets mag er wel in. De volgende stap, het insnijden van het vet. Ik ga dat vet op smaak maken door die rub en dat smelt dadelijk mooi in dat vlees. Daardoor gaat hij ook niet krimpen. Dus door het insnijden helpen we hem eigenlijk al een beetje met smelten en zichzelf dus op smaak maken tijdens die garing. En dat doen we kruislinks. Hè. Zo, dan nu wat knoflookpuree. Aan beide kanten, gewoon ook weer lekker in dat vet, zo daartussen. Alright, dan gaan we hem nu rubben. En dan weer gewoon lekker erin drukken met de blote klauwen. Dit is zometeen klaar om op de barbecue te gaan. Dat gaat indirect. Maar ik heb laatst hele mooie spiesjes gemaakt van kip. De yakitori. Yakitori? Yakitori, ja. Dit is de Masterbuilt Gravity. Dit is een houtskoolbarbecue waarmee je op houtskool of briketten kunt werken. En wel 15 uur lang. Die brandstof die zit hierin. En hieronder kun je hem aansteken. Zit ook je asbakje. En uiteindelijk wordt alles gegaard in de gaarkamer. Hier zo. Ga lekkere yakitori maken. En dan van 3 delen van de kip. Maar eerst een sausje. Daar hoort namelijk een sausje bij. En dat zijn eigenlijk maar een paar ingrediënten. Wat sojasaus. Wat mieren. En 1 deel sake, hopsake, een beetje gember en een knoflookje, teentje. En ik doe er ook nog een eetlepeltje bruine suiker bij. Dat is niet origineel, vinden wij lekker. Ik stel hem op 300 graden en daar loopt hij nou vanzelf naartoe en dat gaat in no time. Ik heb een heel mooi klein kippetje. Daar ga ik eventjes de filetjes uitsnijden, dijtjes uitsnijden en de huid ga ik er ook aftrekken. En daar ga ik dus mooie spiesjes van rijgen. En die huid die moet een minuutje voorkoken. Mijn barbecue is inmiddels bokkenheet en de saus is ook al mooi ingekookt. Het is snel gegaan. Kijk eens hoe mooi die er al uitziet. Die is klaar.
En nu ga ik gewoon spiesjes rijgen van de dijen en de filetjes. Mooie, kleine, dunne reepjes. Dus het moet heel kort op een hele hoge temperatuur. Al die mooie verschillende structuurtjes dadelijk ook. En die ga je zeker proeven, hè? Het mondgevoel, maar ook het vet in de dijen. En dan gaan we ze lakken. Steeds eventjes lakken dadelijk op de barbecue. Hij staat op 300 graden. En omdat we nu op een hoge temperatuur garen, ga ik eventjes een beetje aluminiumfolie onder de stokjes leggen, zodat ze niet meteen gaan fikken. Maar die warme lucht die wordt er van de zijkant als het ware ingeblazen. Simpel te maken, volgens traditionele wijze natuurlijk, op houtskool gegrild. Goddelijk! Zo, tijd voor ons buikspek. Die willen we indirect bereiden. Wat betekent indirect bereiden? Niet rechtstreeks boven de hittebron. En dit zijn vrij brede branders. Dat wil zeggen, je hebt twee rijen vlammen op één buisje. Dus die liggen best wel dicht bij elkaar. Dus je hebt weinig hot- en koolspots op zo'n barbecue. Maar met de deksel erop, dan is het dadelijk gewoon mooi een gemiddelde van ongeveer 140, 150 graden. Dit noemen ze in het Nederlands een warmhoutrooster. Rare naam voor iets wat eigenlijk, ja, je kunt iets warm houden, maar je kunt ook iets hartstikke mooi opgaren. Zoals in dit geval. Kijk, ons buikspekje is mooi. Dus door de weerkaatsing, de convectie, wordt ook de bovenkant mooi gegaard. Het is trouwens een dubbel deksel, dus dat isoleert extra goed. Mijn streeftemperatuur is 130, 140 graden. En dan verwacht ik dat dit stuk buikspek ongeveer 2,5 uur nodig heeft. Had ik al gezegd dat ik een lekkere hot sauce erbij ging maken. Van paprika, een stuk of drie, weet je wat, vier rode pepers. Ook die gaan we lekker roosteren. En als je ui roostert, dat geeft dat heerlijke roostaroma. En ik heb ook nog een knoflookje. Kijk, die barbecue die staat mooi op 130 graden en er staan twee branders op 10. Deze staan dus aan, dus hier gaat mijn groenten gaan hier rechtstreeks boven. Het knoflookje dat leg ik niet op het rooster, maar iets erboven, want die wil ik mooi zacht roosteren. Dat heeft ongeveer een minuutje of 20 nodig. Ik karamelliseer dat mooi, wordt heel mooi zacht. Super lekker. Dekseltje dicht, want we willen natuurlijk wel dat ons buikspek door blijft garen. Ik geef een shallotje klein snijden en een half rood pepertje om die teriyaki net even wat meer karakter te geven. En die wil ik dan inkoken. In mijn Camp Chef, dat is een klein gietijzeren pannetje. Die wordt dus ook heel erg heet, dus ook heel erg mooi geschikt om dingetjes stroperig te koken. Dat doe ik zo meteen op de zijbrander. Ongeveer een half rood pepertje klein gesneden. Hartstikke mooi. Je ziet hem niet, maar je voelt hem wel. En dan gaan onze vloeistoffen erbij. Sojasaus. Zoete ketchup. En dat allemaal in gelijke delen. En dit is mirin. Er mag wel iets meer in. Goeie! Dit gaan we even laten inkoken. En net voordat het heel stroperig wordt, dan halen we de gember eruit en de uitjes. En eigenlijk de grove stukken. En hebben we een mooie gladde saus. En dit koken we nog eventjes in tot we een mooie laksaus hebben. Barbecue, barbecue me, barbecue everybody. Mocht je nou nog op vakantie gaan dit jaar, stel je voor dat het nog lukt. Op de camping heel erg makkelijk, maar super lekker Aziatisch gerechtje. Een gerookt eendenborstje. Kijk maar eens. Barbecue, barbecue me, barbecue everybody. Iedereen heeft lol met die zomer in zijn bol. Barbecue. Ik sta hier in the middle of nowhere. En daar het midden van. En we gaan lekker barbecuen vandaag. Ik heb een gasbarbecue bij me, want op heel veel campings, bijvoorbeeld in de wereld, mag je niet meer op houtskool barbecue. Gasbarbecue kun je overal terecht. Vandaag ga ik een lekker eendenbosje maken. Ik ga een klein beetje Aziatisch tintje aangeven, dus ik ga dat mie bij maken. Met lekker rood pepertje, knoflookje, lekker omeletje erin bakken. En heel simpel, soort van eenpansgerechtje. Echt in kwartiertjes klaar. De huidkant heel eventjes iets in, alleen op de huid, dus niet door het vlees. Om het vet te helpen smelten, zodat het straks mooi in het vlees kan druipen terwijl die gaart. Het roodbuisje gaan we vullen met kersensnippers. En dan leggen we dat buisje op de grill.
totdat kersenhout een klein beetje gaat roken. It's fresh and new, it's so gebruik nu het bovenste rooster, het zogenaamde warmhoutrooster. We willen weinig hitte, we willen gewoon dat de rook nu in het vlees komt. Hè? Mooi boekje hoor, prachtig boekje. Nou, die eendenbosjes zijn hartstikke mooi gerookt. Je ziet dat ze een mooi gerookt kleurtje hebben. En ze zijn eigenlijk nog helemaal rauw. Kun je gewoon rusten. Sterker nog, dat kun je als je wil ook nog een dagje in de koelkast zetten. De eerder gerookte eendenbosjes, die gaan we eventjes kort aanzetten op de vetkant. Hè, op de huid. En dit op de vetkant is ongeveer een minuutje of twee. Karamelletje komt erop. Medium hoge temperatuur, zeg 200 graden, 180, 200 graden, tussen de 6 en de 8 minuutjes. Dekseltje dicht. Op het allerlaatste aflakken met een hele mooie teriyaki saus. Pain is good staat erbij. Ik hoop dat je hebt kunnen zien hoe simpel het is en dat je overal ter wereld zo'n lekker eendenbosje klaar kan maken in een paar minuutjes. Ik Barbecue voor jou wordt mede mogelijk gemaakt door Van Beekum Specerijen, Freshly Fish, vuurenrook.nl en de producten van Airman. Ik ben bezig met een heerlijk Aziatisch getint gerechtje, een mooi groot stuk buikspek. Die ligt al een tijdje te garen en te knetteren hier binnen. Op 130 graden is die gegaard, langzaam dus, superzacht. Mijn teriyaki sausje is mooi stroperig geworden, zometeen voor het aflakken van het buikspek. We gaan dadelijk nog garnaaltjes grillen en de rauwe groentjes gaan we nog even klein snijden en nog rijst koken. En dan hebben we een hele complete maaltijd. Heerlijk! De gegrilde groente voor de sambal. Mocht je nou niet super scherpe sambal willen, dan kun je natuurlijk de zaadlijsten en de zaden eruit halen. Maar ik vind het wel lekker om een klein beetje een kick te bewaren. Zo, en die knoflook is nu super zacht. Kijk, ik kan hem helemaal zo mooi uitknijpen. Hele mooie, zachte, gepofte knoflook. Dat is heel mooi zoet. Die gaat ook lang niet zo uit je bek meuren dan rauwe knoflook. Daarbij gaat wat olijfolie. Dat is ook om het geheel een klein beetje te binden. Een beetje peper en mag wel wat zout hebben. Daar gaat hij. Ik heb allerlei radijsjes in verschillende kleuren. Kijk, ik weet niet of je wist dat ze bestonden. We hebben natuurlijk witte en rode. En dit is een groene radijs. Heb je misschien ook wel eens gezien? Of niet? Kijk, ziet er super mooi uit, hè? Lekkere dingen. Die ga ik even op de mandoline ga ik die klein snijden. Flinterdun snijden. Ik heb hier een bakje met ijswater. Als je nou die flinterdun gesneden radijsjes erin doet, dan worden ze heel erg knapperig. Gaan ze een beetje opkrullen en fijn voor het mondgevoel. En de oplettende kijker heeft hier natuurlijk al zo'n dingetje zien liggen. Dit is een rettig. Voorverpakt, hè. Ik weet niet, hebben ze lekkere smaakjes in gegooid en dan worden ze mooi geel. Van tevoren even kort opwarmen met de kan en de magnetron. Heel kort, toch op de verwarming. Ik heb hier ook nog wat winterpenen. En die worteltjes die ga ik dan even in staafjes snijden, in lucifertjes. Ik heb een pannetje voor op mijn zijbrander en daar wil ik nog eventjes wat groene koolbladeren in blancheren. Blancheren is heel kort koken. We praten tellen, al een 20 tellen, 30 tellen. Ik hoor hem, ik zie hem niet, maar ik hoor hem wel. Hij is natuurlijk een stukje gekrompen, hè. Ik ga zo meteen nog even de rijst koken en dan gaan we de garnalen grillen. Maar ik heb nog een hartstikke lekker Aziatisch getint gerechtje gemaakt. Het wordt een beetje geassocieerd met sushi, maar dat is het eigenlijk niet. Maar het komt uit Hawaii. Het is de poke bowl. Ik ga vandaag werken op een Kamado en wel de Kamado Joe Classic 3. Wat is een Kamado? Kamado is eigenlijk een verzamelnaam voor een eivormig kooktoestel. En door het materiaal krijg je ook nog een andere soort garing dan dat staal veroorzaakt. Met andere woorden, alles wat je in zo'n ding bereidt is per definitie sappiger. En dat heeft dus te maken met het keramiek. Pokeball ga ik maken en wel twee verschillende. Eentje met tonijn en eentje met ossehaas. De tonijn ga ik dadelijk keihard aanzetten op een bokkenheet gietijzeren rooster. En die tonijn die gaat dan zak. Tak, tataki. Dus dat is een grilltechniekje waar je maar een paar tellen het visje aanzet, waardoor de binnenkant nog hartstikke mooi rood en koud blijft.
Daarnaast ga ik ossenhaar snijden. Ik heb hier een hartstikke mooie Chateaubriand. Chateaubriand is eigenlijk het middenste gedeelte van de ossenhaas. En die ga ik dan op een speksteen eventjes aanzetten met een klein beetje teriyaki saus. En dan ga ik mijn accessoires eventjes voorverwarmen, want die moet goed heet zijn. Minimaal 250 graden op de teller. Ontzettend veel verse groenten gaan erin en fruit. Zoals hier vandaag. Ik ga een hele hoop snijden eventjes. Een worteltje. Komkommertje. Lenteuitjes. Ik heb hier mango. Die ga ik ook nog eventjes heel kort eventjes tikje geven op de grill. Ik ga een ananasje gebruiken. Ik heb sojaboontjes. Ik heb lekkere radijsjes. Ik heb hier zelfs nog avocado, rode ui. En ik heb een knoflookje. Alles is gesneden voor in mijn pokeball. Nou nog eventjes wat dingetjes voor de dressing. Seree, limoensap, rode peper. Hier heb ik 100 milliliter suikerwater. En sap van 1 limoen. Zo, en als laatste een klein scheutje vissaus. Dan gaan we nu de vis snijden. Kijk, mooie vierkante staven van, laten we zeggen, 2,5 bij 2,5 centimeter. En dan nu het vlees. En die wil ik in flinter dunne plakjes snijden. Een klein beetje olijfolie over de vis, over het vlees en over mijn ananassen. Want ook die ananassen keihard aanzetten op het gietijzeren rooster. 275 graden. Kijk, die ananassen die zijn fantastisch geworden. En die mango's. Dit zijn nou gewoon snoepjes, hè? Gewoon snoepjes. Het ruikt gewoon naar snoepjes. 45 seconden per kant aanhouden. Nou, dit is een kwestie van echt letterlijk secondes. Kijk eens wat er gebeurt. Meteen die karamellisatie. En dat doe ik daar op allerlaatst een heel klein beetje teriyaki saus overheen. Klaar is Kees. We gaan de bol opmaken. Ik heb ook wat rijst gekookt. Die maakt me een beetje op smaak met wat lekkere sushi-azijn. En nu gaan we even onze bowls assembleren. Ja, en een pokeball is geen pokeball zonder saus. Dus ik heb hier wat lekkere sweet chili sauce. Geroosterde sesamzaadjes. Hier zijn ze dan. Twee soorten pokeball. Eentje met gegrilde ossenhaas en eentje met tonijn tataki. Wil je deze receptjes nou nalezen, dan kan dat op onze website of op YouTube. Ik barbecue voor jou. Nou steek ik even met een ronde steker die blaadjes mooi uit. Kijk. En dan wikkelen we dadelijk onze groentjes en onze gegrilde garnalen in. Onze gegrilde garnalen? Jazeker. Hier staan ze nog lekker koud met een koel element. Heerlijk gemarineerd. En die gaan we eventjes keihard aangrillen op de grillplaat. Kijk dat buikspekje gaan dan, jongens. De marinade die bakt mooi mee. Ik krijg ook heel mooi de knoflook van die marinade. Dat is ook hartstikke mooi. Super zacht. Ik heb hier heerlijke hummus, spicy mango. Dat past natuurlijk perfect bij dit gerechtje. En dat smeer ik een klein beetje in dat koolblaadje. En heel verrassend dadelijk met dat garnaaltje samen. Worteltjes. Een beetje van de Blue Skin Reddish. En wat knapperige taugé. Garnaaltjes erin. En dan gaat een beetje van die gegrilde sambal eroverheen. Heeft een goede kick. Deze eet je dadelijk zo. Beetje als een tacootje. Maar je kunt het bijvoorbeeld ook mooi presenteren door met een prikkertje vast te zetten. Kan hè, kan allebei. Nou Ralf, je bent lekker bezig. Jij bent de grillmeester en weet alles af van al die type barbecues. Maar ik daarentegen ben eigenlijk een leek, dus ik ga op onderzoek uit. Ah, hier word je toch helemaal vrolijk van. Hier schijnt altijd de zon, prachtige kleuren. En heerlijke geuren. Let me tell you about the birds and the bees. Ik woon in Rotterdam. Een kleine stadstuin heb ik. En die heb ik helemaal aangekleed met bloemen en planten. Maar nu nog de juiste barbecue. Dus op naar Michel. Michel, ik zie overal barbecues. En als ik heel eerlijk ben, zie ik door de bomen dan het bos niet meer. Nee, ja, we hebben er natuurlijk heel veel op dit moment staan. Al rond de 200 barbecues. Maar hoe weet je dan welke je moet hebben?
Nou, we gaan altijd eerst kijken met wat voor brandstof je wil. Wil je houtskool? Wil je op gas? Nou, ik moet je heel eerlijk zeggen, vroeger zag ik mijn vader altijd met dat houtskool in de weer. En dat duurde dan altijd heel erg lang. Nou, dat is in ieder geval niks voor mij. Ja, nee, maar dat was toen. Nu een makkelijkere manier om het op te starten. Heb je een balkon of heb je een tuin? Nou, ik heb een stadstuin. Die is niet heel groot, dus het is echt een heel schattig tuintje. Maar daar past wel een barbecue in. Nou, als je een stadstuin hebt, dan adviseren wij een gasbarbecue. Dat geeft veel minder overlast om iedere keer die kolen op te starten. Nou, bij mij mag er wel een beetje rook komen, Michel. Nou ja, dan gaan we even wat erop leggen, lekker, toch? Lekker, ja, ik zie ze liggen. Hé, hey, want als je dan gaat kijken met een gasbarbecue zoals deze, wat is daar dan het voordeel van? Want in principe is die zo aan dus. Ja, en je hebt natuurlijk een groot bereik met de oppervlakte voor je barbecue. Dus je kan natuurlijk met een mannetje of tien of met vrienden lekker gezellig wat wil barbecuen. Dan heb je natuurlijk genoeg ruimte. En je hebt tegenwoordig dat je natuurlijk heel veel tools kan gebruiken in je barbecue. Dat je wat lekker kan wokken, pizza's maken. Nee, wat ik me dan afvraag is, ik ben niet zo'n hele goede kok. Maar ben ik dan wel een goede barbecuer of juist niet? Dat maakt niet zoveel uit. Je kan beter niet koken, maar wel goed kunnen barbecuen. Want daar maak je je tuin en met je familie gezelligheid mee. Nou, daar zit zeker wat in. Nou, we zullen even kijken, want ik denk dat ze al klaar zijn, de satéetjes. Nou, die zijn goed. Zo, het ruikt ook echt zo lekker. Dat is super, hoor. Hé, maar volgens mij, als ik het zo even zie, heerlijk, ja. Dankjewel. Oké, proeven. Dan is dit eigenlijk wel een geschikt model voor mij. Ja, aangezien jouw woonsituatie is dit echt een perfecte barbecue voor jou. Nou, heel geschikt zelfs. Ja? Nou, sorry hoor. Hier gaat hij goed. Hoe is het bij jou eraf? Nou Kevin, hier gaat het goed, want ik ga het buikspek aansnijden. Moment suprême. Hij is zo mooi sappig, hè. En als we hem zo dun hebben gesneden, in dunne plakjes, dan gaan we hem aflakken met onze zelfgemaakte teriyaki saus. Die combinaties bij elkaar, helemaal fantastisch. Beetje sesamzaadjes eroverheen, basisje rijst. En natuurlijk, hè, het oog wil ook wat. En dan zetten we de mooie granaaltjes ertussen. Sambal. Hier en daar. Hier is hij dan, mijn langzaam gegaard buikspek met gegrilde hot sauce. Gegrilde granalen, allemaal lekkere dingen. We moeten toch thuis blijven, jongens. Ik zeg, maken dit. En een heerlijk toetje. Dus met kokos past perfect bij dat heerlijke gerechtje wat we zojuist hebben gemaakt. Wil je dat nou ook maken? Dan kan dat. Kun je het hele recept nalezen op onze website Ik Barbecue Voor Jou. Of op YouTube Ik Barbecue Voor Jou. Ik hoop jullie volgende week weer te zien. Ik Barbecue Voor Jou werd mede mogelijk gemaakt door Kamado Joe, Grant Hall, vuurenrook.nl, Tuincentrum Osdorp en Maza.